Maar toch flink onder druk van Ordóñez. Weer een voorzet. De kop nu Meijer. Ja, dat was dan toch de gevaarlijkste actie. Ja, veel dreiging van club op stilliggende ballen. Met de goede traptechniek van Skouras, van de Kuiper ook. En ook wel kopbalkracht. Goed van Meijer. Moussa misschien een eerste keer echt in beeld. Komt naar binnen, trapt. Lammers houdt hij goed vast. Daar komt hij, Hans van Aken. Een goede trap hoor. Lammers in twee keer. Ja, past laag in het hoekje. Muur neerzet. Ja, erlangs. We zitten bij Balikwisha. Met Youssouf ineens gooien. En oh, mooi getafel lagen. Ekkelenkamp. Ja. Formidabele omhaal. Indraaiende bal of eentje die wegdraait van de goal. Is de Kuip. Van Aken kan niet verlengen. En oh, de goal van Monjetik alweer. Dan toch een doelpunt weer na een standaard situatie. En hij heeft de smaak te pakken. Zijn eerste twee competitiedoelpunten tegen Anderlecht vorige week. En hier nu uit de kluts legt hij hem net voor de rust weg in het hoekje. Het is geweest hier Wijndal die deze situatie verkeerd inschat. Van Aken net niet bij de bal of misschien net wel. Bal die daar ergens valt en Onyedika met links. Degene die het snelst reageert. Keita ook onder de bal door. Hij had hem wel kunnen wegkoppen, denk ik. Uiteindelijk is Onyedika de gelukkige. Doordat die bal daar net valt en hij Lammers tegenvoets neemt met links. Op een wolk aan het voetballen, Onyedika. Youssouf, een bal voor Jansen. Hier zit misschien wat in. Ijuke kan hij aanleggen. Meegeven met Ekkelenkamp. Redding van Jakkers. Pechelen. De eerste echt vlotte aanval van Antwerpen die leidt tot een echte doelkans. Ja, Youssouf makkelijk langs Onyedika. Dan te veel ruimte daar op de linkerflank. Goed meegegeven met Ekkelenkamp. En ja, is het dan Mechelen of toch Jakkers? Ik denk uiteindelijk hier nog wel Jakkers, maar we gaan zien. Ijuke. Het kan naar Youssouf. Drie mensen voor de goal. Meegeven nog met Bataille. Jansen. De vrijheid om te koppen, maar meer kracht kon hij er niet achter zetten. Nee, moest te veel terug. Meijer kan infiltreren en ver gaan. Nu Skouras, 2-0. Overhoeks getrapt, de diepgang bij Meijer. En veel heeft de club nu niet nodig. Goed afgewerkt. Het zijn de mannen in vorm. Het zijn de verloren zonen die het doen voor Club Brugge. Bataille snel genomen. Deze vrijtrap. Bataille laat zich daar aftroeven door Noussa. Die laat de bal doorgaan. En dan overzicht bij Meijer. En de bal perfect overhoeks getrapt. Moet een beetje terugstappen. Dus nooit makkelijk. Houdt hem goed laag. Plaatst hem goed. Ook de goede snelheid. Hier, of het echt bewust is om die bal daar bij Skouras te brengen. Dat is een andere vraag, maar doet er eigenlijk niet toe. Hij maakt het goed af, de Pool. Hij zal er donderdag wel bij zijn in de spits, neem ik aan, bij afwezigheid van Thiago. Die nu nog eens kan gaan rennen. Van Aken sprint voor de goal. Moussa wil de bal ook graag en wil het alleen zelf doen. Ja, maar dat was onmogelijk vandaar om te scoren. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Dat is mooi van Onyedika. Wat zeg ik van Ilan Ikena. En een goede knal, ja. Dat kan hij natuurlijk wel. George Ilan Ikena, mooi gedaan hier, weggedraaid bij Mechelen. En dan denk ik misschien meegeven aan Valencia. Dan gaat hij naar binnen om te kunnen trappen. Trapt er net naast. Ja, Jakkers wil die clean sheet natuurlijk nu toch echt graag vasthouden. Wijndal nog eens rand van het strafschopgebied. Alderweireld eronderdoor en daar de Laat. Een bal tussen de palen, maar geen om deze man mee te verontrusten. Dat is Antwerpen nauwelijks geweest. Eigenlijk de enige was Ekkelenkamp. Mooi van Thiago. Gaat hij voor eigen succes, Thiago? Ja, nu dan misschien? Nee. Lammers erbij. Jansen, veel te veel tijd nodig. Balanta en Jutla. Thiago is vrij in het centrum. Kan hij bereikt worden? Zinkernagel is ook mee.
Daar nog een kans op een derde doelpunt. Zinkernagel, 3-0 voor Club Brugge. Op de counter. Nog een extra klap erbij voor Antwerp. Overduidelijke overwinning voor Club Brugge. Goed uitgespeeld hier. Balanta, die toch het te laks voetballen van Jansen ook aan een matige wedstrijd bezig afstraft. En dan ging het heel snel. Ja, goed gewacht. Balverlies van Jansen. En dan in één tijd doorspelen. Jutla had ook Thiago kunnen bedienen. Ik weet ook niet echt waar hij dan naartoe loopt. Maar hij speelt of loopt Zinkernagel op die manier ook al helemaal vrij. En hij neemt zijn tijd en hij knalt de 3-0 binnen. Ondertussen is er ook afgefloten. En dat betekent voor Jutla toch ook 4 doelpunten en 4 assists in de laatste 9 wedstrijden in de Jupiler Pro League.